Na die verregende zondag in delen van het land was het vandaag een verademing om die typische Hollandse zomerlucht weer terug te zien met ook stapelwolken. Maar er was wel een klein addertje onder het gras en die zien we op deze foto. De golven die stuk slaan op de waterkant, want er stond nog wel een stevige wind die het gevoelsmatig toch net allemaal even een stukje kouder maakte. Maar dus wel die zomerse stapelwolken en af en toe zagen we ook wolkenstraten zoals hier op de foto, waarbij die stapelwolken zich in een lijn organiseren en zo aan de lucht voorbij trekken. Vanavond hebben we hier en daar nog met een bui te maken en ook vannacht valt er plaatselijk nog een bui. Het blijft stevig doorwaaien en ook morgen hebben we nog met veel wind te maken, vooral in het noorden een paar buien. Later neemt de bewolking toe en trekt vooral over België een regengebied, maar daar krijgt het zuiden van het land ook nog wel mee te maken. Daarna stabiliseert het weer, meer een zuiden tot zuidoostenwind, hogere temperaturen. Maar op vrijdag zien we de bewolking weer wat toenemen en dan volgen er regen- en onweersbuien die die tijdelijke warmte weer komen verdrijven. Nou, dan gaan we eventjes terug naar vanavond. De laatste buien verlaten ons land. Dat gaat via de oostgrens gebeuren in Brabant, Limburg en Gelderland. De laatste exemplaren. Temperatuur ligt dan tussen 14 en 16 graden. Die wind is nog steeds wel duidelijk voelbaar. En pas in de loop van de nacht gaat die wind wat liggen. Blijft wel matig van kracht met windkracht 3 of 4. Opklaringen, heel lokaal nog een buitje. In het noordoosten het koudst met 10 graden. In het westen en zuiden van het land zo'n 12 tot 14 graden. Nou, dan gaan we naar morgen kijken. Ook dan nog wel redelijk wat wind. In de kustgebieden een vrij krachtige wind, windkracht 5. Temperatuur blijft een beetje hangen op 20 graden. Er komen wat buien voor, vooral in het noorden en midden van het land. En later op de dag neemt in het zuiden dus de bewolking toe en gaat het daar regenen. En dat houdt ook in de nacht naar woensdag nog aan. Nou, vanaf woensdag volgt dan een beetje een omslagpunt. Er komt warmere lucht onze kant op. Het wordt droger en zonniger. Donderdag in het zuiden van het land gaan we al die 25 graden weer aantikken. Op vrijdag gaat het in het zuiden ongeveer 27 graden worden. Maar die onweersbuien brengen verkoeling. Dus in het weekend komen we weer op vrij normale temperaturen uit. Maar als we nog even wat verderop kijken, lijkt het erop dat die warmte misschien nog wel eventjes kan terugkeren.